die vandaag naar een nieuwe vlog kijkt. Ik win. Ik ben hier vandaag met Sophie. En met Your Vrieling. En dan gaan we vandaag een interview aan Your Vrieling gaan doen. En dan gaan we... Sophie gaat de eerste vraag stellen. Sophie, hoe gaan we met z'n doen? Heel goed. Hij loopt lekker in de wei. Ja, geniet een beetje van zijn persoon. Heel goed. Hoe vind je het om te springen op een... Ja. Ik vind het mooiste. Ik heb een geweldig mooi leven. Ik mag alle dagen met een paarden werken. Dat vind ik heel leuk. Als je dan later je werk kunt maken van je hobby, wat je het mooiste vindt, dan heb je wel heel veel. Kan je nu in de tolhorsten van 37 aan de stad. Compromis van Tigar. The next one is the Great Britain, the number 137. Hoe groot is hij? Wat voor kleur? Oh, leuk. Stom voor mij. Wie heb je een vraag? Laat ze met zoveel. Al heel lang, maar dan kun je ook ongeveer nagaan hoe oud ik ben al. Al meer dan 25 jaar. En hoeveel paarden heb je? Op onze stal staan 28 paarden. Ik heb een 9-10 diensten van die ik op de weg. Suzanne heeft een heel stel paarden. En Melissa Postman die rijdt voor ons. Dus we hebben iedere dag een 28 paarden ongeveer om te rijden. Dat is echt heel veel. Veel, hè? Ik had nog een vraag. Nou, maar wat vind je van alle wedstrijden die je rijdt? Mooi. Ik moet iets hebben om naartoe te trainen. Als je naar een wedstrijd toe traint, vind ik heel mooi. Zoals nu naar Zuidbroek, waar we nu zijn. Ja. Ja, dan moet ik iets hebben om te winnen. En daarvoor vind ik ook het trainen heel mooi en het werken met de paarden. Dus als je dit dan wel zien, dan ja, wedstrijden, dan weet je hoe ver je staat en hoe ver het is. Doe die tekst nu voor Nederland, de 164. Ga je ook dit jaar meedoen aan de kampioenschap? Ik hoop het wel. Ik heb met Klaas Kouwer heel goed paard. Alleen die. Ja, die moet ook nog de kwalificatiewedstrijden naar voren lopen. En dan worden gewoon de beste uitgezonden van Nederland die op dat moment de beste zijn. Dus nog wel voor die tijd een paar hele goede wedstrijden rijden. Hoe vind je van af en toe? Niet zo leuk als dit. Nou, dit was de video. Dus doe zeker even een duimpje omhoog. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Doeg!